Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag hebben we weer een spannend onderwerp. We gaan praten met Jamal Jansen. We gaan praten over de wijnen die hij maakt in Suriname. Praesea, ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Dat is de naam van zijn brand. Laten we gaan horen van Jamal hoe Praesea tot stand gekomen is en wat de organisatie allemaal doet op dit moment. What we need is a little Q-Time. Goeiedag Jamal en welkom in Q-Time. Oké, ik heb de naam van je brand, van je wijnmerk, hopelijk goed uitgesproken, Praesea. Ja? Oké, vertel ons af. Praesea is een Surinamse winery. Ja? Oké, Suriname heeft over het algemeen niet echt een wijncultuur, hè? Dus waar komt eigenlijk het idee vandaan om met een winery te beginnen? Alhoewel er wel al een andere winery ook in Suriname volgens mij actief is. Nou, ons deed eigenlijk al van de eigenaar eigenlijk gaat eigenlijk heel ver naar het verleden. Zijn opa eigenlijk van de winkel dan mee, daarna zijn vader van ook al mee, dus vanaf kleed dat heeft hij dan. En bij mij eigenlijk als jonge man, ik vond het altijd ideaal leuk en anders om een wine te hebben. Ik vond het cheap, ik vond het upscale. Ik dacht van, het zou wel leuk zijn om een wine te hebben, ik wil zo wijn drinken. Okay. Dus toen ik ontdekte dat ik daarmee ben doen, dacht ik, oké, dit is mijn kans om toch wel een wine te kunnen hebben in Suriname. Inderdaad, best chic. Yes. Very nice, very nice. Maar goed, jullie zijn op een gegeven moment, jullie zijn niet zo lang bezig, hè? Je legde me uit in het voorgesprek dat jullie ongeveer, al met al ongeveer 10 jaar geleden zijn begonnen. Ja. Kan je ons een beetje vertellen over het traject? Nou, het traject 10 jaar terug waren we bezig met het testen van die. Wat als ik mij zet in dit? Wat als ik mijn toestand plaats in de emmer? En letterlijk voor emmer, daar zijn we begonnen om te kijken van oké. We maken het recept, we laten het. Oké, die is echt een beetje te sterk geworden. Oké, die is een beetje te sterk geworden. Dus door de jaren heen gaan we perfectioneren, kijken hoe wat anders kan. Een beetje marktonderzoek doen, wat kan onze wijnen eigenlijk? Ja. Wat kan onze wijnen anders maken? En door de jaren heen hebben we een conclusie getrokken dat oké, wij gaan het anders doen. We planten geen chemische stoffen, geen kleurstoffen, ik niet. Maar we planten gewoon, we presenteren het vrucht, de vrucht gewoon voor de persoon, maar heel weet. Ja, zo ja. Lekker mogelijk als het kan en zo puur mogelijk. Hebben jullie ook een beetje afgekeken naar het buitenland, van het buitenland over wijnrecepten en over het proces dat van het maken? Wel. Ja, dat is natuurlijk zo wel. Ja. Ik ga kijken hier en daar, en dan moet je hier allemaal kijken of je wat de buitenland heb je weer de bruinwijnen en dat soort dingen. Eigenlijk voor alles en nog wat, dan bepaalde groenten of populatie tellen, waarbij. We begrepen dat is een vrucht die eigenlijk heel bitter kan zijn. Mm-hmm. Dus hoe ga je de smaak dan aanpakken? Dus voor ons is eigenlijk aan de hand van het recept van hun, maar dan nog een beetje anders om te kijken hoe kunnen we onze eigen vruchten ook de beste smaak in laten. Ja, dus jullie ontwikkelingstraject is eigenlijk 10 jaar geleden begonnen. Als je het zo in emmers beschrijft, dan denk ik dat het eigenlijk meer een beetje een hobby was. En dat je eigenlijk op die manier, dat jullie begonnen zijn om het te laten ontwikkelen. Bedankt. Op welk moment hebben jullie gezegd, hey, no, dit gaan we professioneel aanpakken en het wordt een bedrijf? Tips hier en dergelijke. En dan van nou, als dit een Suriname product kan zijn, denk ik dat dit wel de rest van Suriname zou moeten weten. Mm-hmm. En dat dit een product kan zijn in Suriname of kijk dan mee. Want je hebt wel andere, maar je hebt niet veel. Dus dat was in de dag gaan opgegaan van je moet dit wel een beetje anders gaan doen. Voordat je dingen gaan doen, om te kijken of Suriname op de kaart te brengen. Oké, dus ik weet nu al, jullie hebben Marcusa. Rijst, boulanger. Wat nog meer? Nee, we hebben Marcusa. Rijst was een voortraject. Rijst was een voortraject, oké. Boulanger.
Mimosa, Bollaché en Kers. Oké, en dat zijn dus de wijnsmaken die jullie hebben? Die jullie hebben. Dat zijn voornamelijk Caribische wijnen. Ja. Want de Frans van Suriname zijn zoetliefhebber. Dus we focussen eerst op zoete wijnen en daarna gaan we over naar de droge wijn. Ja, ja. Oké. Okay. En ik neem aan dat de wijnen daar achter jou staan. Dat we ook alvast een beetje... Ja, de wijnen staan achter. Ik zit namelijk in de shop. Ja. En dit zijn de wijnen achter. Oké. Okay. Dus jullie brengen deze wijnen ook daadwerkelijk echt naar de man. Jullie hebben een shop, dus ze worden ook echt verkocht. Hoe is de reactie van de mensen? Want ik kan me voorstellen dat je denkt, oké, Surinaamse wijnen, laat me even proeven, boy. Dus ik moet even kennis maken voordat ik het zomaar durf te kopen, lijkt me. Ja. We zijn nu verkopen alleen vanuit de shop. Waarom vanuit de shop? Ik heb graag, we hebben graag dat mensen naar ons te komen een babbeltje maken en vertellen over de wijn, zodat je eigenlijk een kleine relatie kan opbouwen met de mensen. Ja. En dat ze meer vertrouwen hebben in het product eigenlijk van het Suriname zelf. Oké. En waar staat de shop precies? De shop staat aan de basketbalstraat nummer 2. Ja. Dus het zijn dat we in de straat zijn tegenover Bankship met tegenover Veerhuis. Oké. Oké, oké. Goed, en vertel me wat meer over de naam. Praesea, wat betekent dat? Zoals ik al aangaf, Praesea is een familie winery. En Praesea is eigenlijk voor een mashup van verschillende namen. Oké, okay. Ja. dus wie's naam is allemaal opgenomen in de naam? Brian. Ja. Eliante, Sepa, Stefano. Ja, ik wil de naam van je. Ja, Sinta, de vrouw van de eigenaar, die wil je. Oké, okay. Dus Braesea. Yes. Oké, okay, dit is wordt een challenge om die naam te onthouden. Jamal, vertel me, wat gaat jullie traject worden? Want jullie zijn nu, zeg maar, eigenlijk vrij pas op de markt. Hoe zien jullie dit traject verder gaan? Nou, ons bedoeling eigenlijk, en dat is een beetje eigenlijk om, zoals ik eerder zei, Suriname op de markt te brengen, op de kijk te brengen. Eigenlijk ook de Suriname af wat grondwerken zijn van alhoewel je aan de andere wijn geven, maar toch ook nog grondwerken zijn om in de winkel, in de schappen van de Surinaamse winkels, ook hun eigen Surinaamse winkel te hebben. Als ik een voorbeeld dat ik mag aanhalen, is bijvoorbeeld de winkel als Joy en Philip, heb je schappen met wijnen, heb je wortels van Afrika, van Italië, van Frans, maar je hebt nog geen Surinaamse wijn. Onze visie is eigenlijk een short term vision, is eigenlijk om de eerste te zijn. Oké, okay, dus dat is, jullie hebben wel vrij hoge ambities. Oké. Over het algemeen denk ik hè, dat Surinamers niet per se wijndrinkers zijn. Dus je hebt eigenlijk, als je het mij vraagt, gewoon even top of my head, heb je twee challenges, twee uitdagingen. Punt 1. We zijn niet echt wijndrinkers. En voor de wijndrinkers moet je ze introduceren aan een wijn die niet van druiven gemaakt is. Yes. Dus dat zijn twee obstakels. Oké, okay. Vertel mij, geef me een sales pitch. Hoe overtuig jij mensen om het toch te proberen en om inderdaad ze tot een regelmatige vaste klant te maken? Ik maak niet klagen. De smaken die we hebben, maken mensen nogal nieuwsgierig. Dat zijn we ook. We zijn wel nieuwsgierig. Ja, dat... Ja. Ja. We maken het dus schillen, want als ik bijkom, als ik dat op een steeds denk, ik geef je een keuze om te drinken. Als ik het aanbied, ga ik niet zeggen en jij gaat maar raden, oh, het moet dit, het smaakt dit, het smaakt dat. En op het moment dat de persoon zegt, maar dit is boulaché, dat ik niet deed. Oké. Okay. Op dat moment is de persoon verliefd op boulaché geworden. Oké. Okay. En op het moment dat ze over die grenzen kunnen halen, gaat het automatisch. Want zoals je eerder zei, je hebt alleen maar wijnen van druiven en dergelijke. Droog, wit, zoet, maar allemaal maar één ding gemaakt. En wij brengen dan toch wel die variatie en de Surinaamse smaak op de markt. Oké. Okay. De challenge daar, wat je net hebt uitgelegd, is dat je mensen persoonlijk moet benaderen. Hè? De one-on-one. Dat is echt de beste manier om ze te kunnen overtuigen. Dus je hebt nog een hele lange weg te gaan. Om inderdaad op die manier jouw markt aan te boren. Maar ik vind het heel erg flink van jullie als familie, zeg maar.
om dit te hebben gedaan. Dus ik wil je van deze plek heel erg veel succes toewensen met het traject. De naam alleen maar is al heel apart, Brahesea. Laten we hopen dat het op die manier ook in gebed blijft bij mensen, dat ze het kunnen onthouden. En natuurlijk hopen dat we je in 2022 op de schappen zien staan, zoals je het zegt. Klein beginnen. Ja, maar als je door blijft zetten, dan gaat er op een gegeven moment sowieso mooie stappen gezet kunnen worden. Ja, zeker. Ik kijk uit naar u van de shop. Oké, okay, afgesproken. Deal. Dankjewel, Jamal. Heel erg veel succes toegewenst. Oké, okay, bye. Dat was het gesprek met Jamal Jansen. Hij heeft samen met zijn familie een Surinaamse wijnlijn ontwikkeld, Brahesea. Ze zijn nog een nieuw opstartend bedrijf, maar zeker spannend en de moeite waard. Dus breng een bezoekje aan de shop, proef de Surinaamse wijn en misschien kunt u ook wel een flesje cadeau doen of misschien uw eigen wijntasting wel houden onder familie en vrienden. Brahesea, hou de brand in de gaten. Eigen Surinaamse wijn van Surinaamse bodem, wat wil je nog meer? Hopelijk heeft u genoten van deze aflevering van Q-Time en tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.